Dus je hoort wie er ook nog weer bij mij is. Mijn schatje! Yay! Ik ga sowieso één ding iets heel leuks zeggen. Ik ben al gaan shoppen vandaag. Ik ben al gaan shoppen, ja. Ik heb dus ook eens iets voor mijn eigen gekocht. Eigenlijk ook voor jullie. Ik heb hier, kijk eens. Kennen jullie deze spel? Planet Coaster? Jawel. En kijk hier, hè. Kijk, hè. Kijk, hè. Hier, DLC's. Mijn DLC's. Ik heb ze allemaal. Joink. Want deze stonden vandaag in promotie. En dus ik kan jullie pretparken nu testen. Dus ik heb sowieso binnenkort wat reviews maken over pretparken. Zowel in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Ik ga al die pretparken eens downloaden. Dus wat dat daar ook dan aanwezig is. Zoals ik in België heb je bijvoorbeeld Walibi Belgium, Plopsaland Te Pannen, Plopsaland Station Antwerpen, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Co. Boudewijn Sea Park, Bobbejaanland en Bellewaerdepark. En zoals ik in Nederland heb je Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Tipidou. Wat een naam, Tipidou. Tipidou, Tipidou. Oké, Duinrell, Efteling, Familiepark Drievliet, Plopsa Indoor Koevoerden, Toverland en Walibi Holland. Maar de enige pretpark die ik echt, maar ook echt is, dat nog altijd bij mijn favorieten hoort. Ik heb mijn twee favoriete pretparken ook opnoemen. Dat is in Duitsland. Natuurlijk. Europa Park. Maar in Duitsland heb je wel redelijk veel pretparken. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ja, Europa Park staat hier tussen ook tussen. Dus ik ga ook binnenkort kijken als hij ook op de DLC staat bij Planet Coaster. Dat is dus dan eentje daarvan. En Europa Park, welke favoriete attractie van Europa Park heb ik daar? Dat is. Oké, we gaan direct vertrekken. Ja, we gaan nog ergens ook nog naartoe toe. Hier. Dat is mijn favoriete attractie. De attractie Blue Fire Mega Coaster. Kijk, dat is deze rollercoaster. Oh, dat is een machtige. Machtige rollercoaster. Echt waar. Zie, dat is wel een baan. Hopelijk staat die ertussen. En wat dat ik nog mooi vind van Europa Park. Ik ben eens even aan het kijken. Als die daar ooit tussen staat, normaal gezien wel. Oké. Ofwel kijk er. Ja, ik kijk erover. Ik kijk erover. Deze hier. Silver Star. Klik ik op meer foto's. Ziet eens. Wat een machtige rollercoaster dat we hier hebben. Oh, wat bochtjes. De hoogte. Daar heb ik ook al in gezeten, hè, mensen? Ja, daar heb ik al in gezeten. Ook in deze bootjes. Dus dat is echt ook wel heel mooi. Dus ik hoop dat ik ook die pretpark ook vast kan krijgen. En dan nog op de eerste plaats die staat in Engeland. Engeland, Engeland, Engeland. Dat is Verenigde Koninkrijk. En dat is dan Alton Towers. En dan zit er iemand mijn dingen af te breken hier bij mijn thuis. Ja. Dus welke achtbaan vond ik daar echt de max? Dat was deze, de Oblivion. Dat is echt ook een waanzinnige coaster. Dus daar vlieg je in ja, black hole. De Oblivion-teken. En wat staat er dan ook op de grond? Eens even kijken als we die ook tegenkomen, die foto. Nee? Gaan we die foto echt niet tegenkomen? Nee! Dat meent je toch niet, hè? Dat moet. Die foto moet er toch bij zijn.
ben nu even heel snel aan het kijken. Nee, die foto staat er niet bij. Don't look down. Staat er ook op de grond geschreven. En welke rollercoaster dat ik dan ook nog heel, heel leuk vind in Europa Park is deze, de Nemesis Reborn. Die is vernieuwd. Vroeger was dat dus deze rollercoaster. Maar die hebben ze in een nieuw jasje gestoken. Dus dat zijn nog de oude beelden. Nog de oude beelden. Oude beeld. Oude beeld. Oude beeld. Oude beeld. Oude beeld. We zijn aan het wachten. Ja, en dit is nieuw beeld. Ja. Nee, dat is nog oude beeld. Oude beeld, oude beeld. Ja, we gaan direct vertrekken. Nee, de nieuwe beelden staan er nog niet op. Ah, jawel, hier. De oog. Dit is eigenlijk de nieuwe uiterlijk. Voilà, en nu gaan we straks van vertrekken richting Genk Shopping Center 1. Tot straks allemaal. Zo, we zijn hier aangekomen in de Shopping Weinigem Center. Oh joh, oh, Shopping 1 in Genk. Ja, een mispreking. Hoe komt dat jij je paakte gisteren? Dat weet ik niet. CNA, rechtdoor. Ja, we zijn de CNA aan het zoeken. Maar die is moeilijk te vinden, zal ik zo zeggen. Oh, schone paardenmolen. Nee, ik ga er niet op zitten. Voor de views, ja, ja, ja. Maar is de CNA. Amai. Dat is een heel doolhof, hè, hier. Ja. Maar het wordt hier wel heel goed aangeduid. Hier in Genk. Dan ga ik zebiet nog langs de Panos. Om een hapje te eten. Mijn brunch dan. En dan moet ik nog de Panos ook nog zien te vinden. Ja, we hebben hem gevonden. En hopelijk ligt daar ook dan de Panos er langs of zo. Nee, geen Panos. Dat wordt dan nog zelfs even zoeken. Dat zijn allemaal donuts. Geen donut voor mij. Nee. Schatje. Ja? Ik wil met u iets overleggen zelfs. Oké. Okay. Ik vind het zelfs iets heel leuks geworden. Als je gaat mee gaat shoppen. Dat je alles moet dragen. Ja, ja. Maar ik heb er wel voor over. Voor mijn vriendin en mijn maatje. Dus als zij ook iets vindt of zo, dan kan het ook eens passen en kopen. Voilà. We staan hier bij de CNA. Jullie hebben het goed gezien. Tot ze hebben ze allemaal. Jojo. Kan ik verder wat dragen? Zo, als we toch moeten wachten hier bij de CNA. Ik ben nog even Pokémon Go aan het spelen. Het blijft toch een verslavend spelletje hoor, na al die jaren. Ik kan er nog altijd niet van afblijven, Pokémon Go. Er zitten toch wel redelijk wat Pokémon's hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 shims koffie. Ja, passend dan. Welke ga ik nu? Koffing ga ik proberen te vangen. Koffing. Allee, wens me maar veel succes, want daar heb ik mijn tweede hand voor nodig. Maar dat kan ik niet met één hand doen. We gaan alles proberen. Nee. Joepie, eindelijk mijn voedsel gevonden. Twee eclairkjes. Ja. Die waren ook alweer al hier uitgevoerd bij de Panos. Dan ben ik maar daar tegenover gegaan, de Albert Heijn. Maar ja, daar moest ik ook mijn rustzak even afgeven. Noem maar op. En nu terug mijn twee liefertjes gaan zoeken. Hier in Shopping Center 1 in Genk. Het is hier wel groot. Moet ik wel eerlijk toegeven. Heel groot. Dus ik hoop oprecht
dat ik hun echt ga terugvinden. Ik hoop het. Allee, we gaan nog gang 1 in. Uit de kruid van The Point. Want die waren in de winkel kreeg geen erachter, ergens binnen gesprongen. Dus gaan we eens even ook eens in Ginder gaan kijken als ze daar ook nog rondlopen. Ik weet waar is, maar ik weet dat zelfs niet waar ze binnen zijn gespannen. Oh my fucking god. Ah ja, hier zijn ze binnen gesprongen. Uw paradieser, dacht ik, ja. Zijn die daar nog binnen? Ja. Denk ik. Nee. Ah! Ik weet toch niet meer in, hè? Ik ben hun kwijt. Ik ben hun kwijt. Oké. Is dat niet Chris? Even kijken. Ik weet het niet. Het is echt zo'n klein beetje klote waar hun nu zitten. Ik ga even komen bedden. Hè. Voilà. Tot zo. Ik heb hun teruggevonden. Ik heb ze wat doorgeschreven. Joink, kan ik jullie hier zo wat tegenzetten? Mijn kleertjes erbij pakken. Ja, ze zijn aan het passen, kleedjes aan het passen. De vrouwtjes. En deze gaat nu eigenlijk brunchen. Want ik heb nog niks gegeten en hun eigenlijk wel. Ja, ik heb het open gekregen. Hebben ze toch wel een rare sluiting van al partijen. Ze proeven naar hun eclairs. Is het lekker? Heerlijk. Nu ook wel iets meer van de centrum. Ik wil één ding zeggen, ik zweer. En ik zie ze nog altijd niet buiten komen. Want ik ben continu naar die ene winkel aan het kijken. Hier daar. De MS mode winkel. Ik ben nog wel hier in Genk nog geen bekende tegengekomen. En als we honger hebben, wat kan dan wel eigenlijk wel smaken, mensen? Want ik krijg wel een geweldig idee. Moet ik nou eens een fanmeeting organiseren? Maar waar zal ik het deze keer gaan organiseren? Misschien een Bobby Aanhand. Voor een YouTuber's Day maken. Dat kan leuk zijn. Zo'n alle YouTube content creators proberen samen te krijgen. En wat handtekeningen uitdelen, wat shoutouts uitdelen in de vlog. Of op de foto gaan. Dat kan allemaal heel leuk zijn.
kleren passen, hè. Amai, man. Kan lang duren. En wat ik ook meestal zie, dat de venten buiten de winkels blijven. Ik heb daar niks op tegen als ik meega in een winkel of zo. Nee, daar heb ik totaal niks op tegen. Zie ik hun? Ja, ik zie hun terug verschijnen. Dus ik kijk jullie later. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Ik heb dus waait. Zo sta hier bij Maasland Telecom. Een nieuw gsm-hoesje gekocht voor mijn lievertje. Want het was ook nodig. En onze maatje is dan ondertussen tijd de kruidvat binnengegaan. Dan gaan we ook maar eens de kruidvat binnengaan om drinkjes nu te kopen. Dat moet ook gebeuren, drinkjes. Niet alleen eten, voedsel, maar ook drinkjes moeten we ook hebben. Hè? Dus nu hebben we dus goed gegeten, nu goed drinken. We gaan eens even kijken wat voor drank dat we hier allemaal nu hebben. Nu terug de winkel Sienaakje vinden. Ah ja, die ligt daar op dat plein, juist. Hebben dus eindelijk toch onze drank kunnen kopen. Zijn de Monster, ik en een lekkere Coca-Cola. En nu even terug naar de CNA. Ik weet niet hoe lang dat we hier nog gaan binnen gaan vertoeven. Want ik krijg ook wat goesting om een wat Rummy Cup gaan te spelen. De Panos was daar van boven, schat. Zie je dat ik de logo hier had gezien? De Panos. En toen dacht ik van, dat ligt hier ergens op deze ja, begaarde grond. Maar het was in één keer naar boven toch toe. Ik heb buiten blijven. Ja. Ja, we gaan hier maar gewoon even wachten. Hè. Dan gaan we eens even kijken als we ergens kinder kunnen gaan zitten. Daar zijn ook nog bankjes. En daar is Chris. Ja, nog één bankje voor u vrij. Alleen nog twee. Voilà, zeg. Dan gaan we hier eens even zitten op iemand wachten. Tot zijn we ze allemaal. Yo, yo, yo. Moet jij aan de buitenkant zitten? Zo, nu zitten we op de middenplein even te wachten op iemand. Niet erg. Er is, staat hier toch veel allemaal te gebeuren en al. Het is niet stil rondom ons. Want we hebben hier ook een speeltuintje waar dan soms kinderen zitten op te spelen en al. Dus ravotten kunnen ze hier ook heel goed, de kinderen. Oké. Mijn schatje heeft dus blijkbaar een aanwijzing gegeven aan mijn maatje dat we hier dus zitten. Ik ben toch nog altijd blij dat er ook nog wel binnenwinkels bestaan. Dus dat je toch nog goed kunt shoppen en al. Er zijn ook twee gewone supermarkten ook aanwezig. Heel veel klerenwinkels, heel veel schoenenwinkels waar de dames hun kunnen uitleven. Hè. En dan kunnen de gasten gewoon, blijven die soms buiten wachten. Of kunnen die met alles beginnen te slepen. Hè. Oh. Want ik ben ook al materiaal aan het meeslepen. Van mijn madammeke. Ja, van mijn madammeke. Maar dat doe je wel met liefde voor mij. Dat doe je puur uit liefde voor jou. Dat klopt, dat klopt. Soms kun je echt een gentleman zijn en soms kun je echt zo'n man zijn die niks voor een vrouw wil doen van dragen of zo. Hè? Dat is wel waar.
Ja, oké. Okay. En nu zitten we hier, kijkers. Oh. Maar ja, zo gaat de tijd ook wel voorbij, hè, van de dag. Weet je hoe laat het wel zijn? Nee. 1. Amai, het is al 1 uur, hoor ik net van mijn schat. Nice. Wat je dan nu ook hier nog even gewoon gaat doen, dat we je toch even stilzetten. Ga ik hier iets uit mijn rugzak nemen. Die je ook kunt kopen in de webshop. Hier onderaan bij de filmpjes. Daar heb je een webshop. En daar kun je bijvoorbeeld deze t-shirt, hoodie kopen. Dus je ziet, ik ga mijn gsm even koppelen. Voilà, dan kan hem opladen. Tot mijn vriendinneke, of beter gezegd, wandelmaatje terug hier is. Want mijn lieverke, die zit langs me. En ben blij dat ik mijn gsm hier kan insteken. Woehoe! Eigenlijk ook wel goed. Is dit eigenlijk wel een goede punt om Pokémon Go te spelen? Daar vraag ik mij af. Ik kan wel hier mijn spelletje spelen. Uw zak? Oké. Mijn zak gaat dus gestort. Kreeg ik hier net door. Dankjewel, vader en moeke. Dus ik ga het dus even opstarten, dames en heren. Pokémon Go. Nu starten. Dus hij is aan het opstarten. Zijn switch to game. En nu maar even geduld hebben. En dan maar rondkijken als er een of ander iets gebeurt. Paf, trek daar de camera op. Ja, ik zit zo continu ook naar de CNA te kijken waar dus dan mijn wandelmaatje zich zit te vertoeven. Pokémon Go is bijna opgestart, jullie zien het. Het is bijna opgestart. De eentje is al volledig vol aan. Nu sprint het uit, oké. Okay. Gaan we hier eens even kijken als dit eigenlijk een goede punt is. Ja, Team Rocket zit hier. What the fuck? Wat is dat, dames en heren? Wat moet dit hier voorstellen? Oké. Dat is heel raar. Ik heb nog nooit gezien in Pokémon Go. Dan gaan we eens aan de Pokéstop draaien. Daar staat dus Team Rocket, dus die gaan we ook dan eens uitdagen. Kijk maar, voilà. Oei, beeldscherm springt weer al uit, hier is hij. Het is Grunt. En zijn eerste Pokémon is... Amai, het laden duurt lang. Nou, dat duurt lang. Ah. Oei, die is weg of wat? Battle, ja. Ik wil battelen. Oké. Dan ga ik mijn team swipen. Dus anders er maken. Dus ik pak mijn 100% Pokémon's. Seymour. Klik ik dan. En dan de perfect sterren naar boven halen. Voilà. Dan ga ik nog mijn rustzakje in. Voor mijn Pokémon's te healen. Heal al. Voilà. En use this party.
En die moet juist tegen dan naar buiten komen. Ja. Dus we vechten het nu tegen Reperior tegen Ferocid. En die gaat er wel heel snel tegen de vlakte. Dus even een shield gebruiken, want die doet een special attack. Ik hoop dat ik nog voor de special attack hem neerkrijg. En dat is op mij nog gelukt. Ook nog. Dus nu zet hem in. Dat weet ik dus nog altijd niet. Hup, 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 hup. Great. Ai. Het is Skarmory. Zeg ik het goed, dames en heren? Skarmory. Skarmory gaat down. Excellent. Mooi, 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 mooi. Hij is down. En nu zegt hem Empoleon of zoiets. Ah, mijn Pokémon is down. We gaan, ik zet nu in Ursaring of zoiets. Ai, ai, incoming attack. Ik doe weer al mijn shield aan. En dan ga ik Play Roche doen. Dan moet ik die cirkel proberen te completen. Excellent. Oh, bijna neer. Hij zit al in het rood. Mijnen ook. Oei, oei. Laatste Pokémon tegen de laatste Pokémon. Cloyster. Not very actief. Oei, 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 oei. Ah, en ik heb geen shield meer. Ik heb geen shield meer gehad. Ik moet volledig down krijgen. Nee, 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 nee. Ik ga nog proberen. Nee. You lose. Kijk maar. Good fort. A rematch. Ik ga toch een rematch doen. Ja, eerst is eruit. Yes. Ik hoop nu niet dat die Team Rocket weg is. Ja, die Team Rocket is dus weg. Ik moest echt op rematch hebben gedrukt. Doe me dat. Heb ik niet gedaan. Ja. Shit happens. Maar ja. Ik ga jullie terug even laten. En mijn computer CD. Mijn gsm ook even laten verder opladen. En dan zelfs is nog mijn GoPro ook nog eens leeg. En dat willen we niet, want ik moet nog wat beelden maken voor vandaag. Top. Ik kom nog ergens achter, hè. Ik heb nu wel mijn Psycho TV polo aan, of hoodie, of hoe jullie dat ook willen noemen. Ik heb eigenlijk mijn blouse van Wamaken even eigenlijk moeten aandoen, want ik zit in Genk, hè. Wamaken. Wamaken, dat is echt puur Genk. Genk. Echt een plat Genk. En er zitten heel veel kinderen hier nu te spelen voor ons. Dus. En ik zit maar continu te kijken, te kijken, te kijken. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Zo, hier in de shopping 1 rondgedwaald te hebben, gaan we eens kijken hoe dat ons gaat kosten om weg te rijden, om terug richting Begonialaan te gaan. Dus dat gaan we direct eens bezien. Ja. Hier heb ik gespeten. Oké, ik ben een koffiefilters gaan kopen. Maar het nieuwste probleem is, ik heb dat hier nog nooit gekocht, dus ik weet ook niet waar dat gaat liggen. Dus het wordt beregenen. Hier heb ik bij de Carrefour nu aankomen, want bij de Oké had ze geen koffiefilters meer van mijn maat.
Dus dan gaan we hier maar eens kijken bij de Carrefour hier in Alke, als ze die formaat hebben. Hè. Of moet die juist formaat ook in de koffiemachine kunnen steken. Voilà, dus op zoek gaan. De koffie ligt meestal ginder. Als ze hier bij mij thuis aankomen, gaan wij naar Emma Salden kijken. Hallo Emma van Q Music. Mijn vlog van gisteren is ook perfect geüpload. Ik zie dat er geen problemen zijn. Dus dat is goed. En ik hoop dat jullie echt er hebben van genoten hoor. Van die uurvlog. Echt waar. Ik verschoot er zelf over dat het 1:10:52 duurde. Holy shit. Normaal ben ik gewoon van... ik zie hier 14 minuten, 17 minuten, 23 minuten... 38, 49, 49, 34, ja, 8 minuten. Ja, ik heb wat een inhaalbeweging gedaan, blijkbaar met mijn vlogs. Top. Maar nu gaan we rustig naar Emma Salde kijken. En luisteren natuurlijk, want zij draait natuurlijk muziek. En ik denk dat hier ook nog een wasmachine aan staat, want ik hoor doek, 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 doek. Grasmachine? Oh, een helikopter. Een helikopter. Toch niet de gele, hè? Nee, misschien geel. Oké. Of anders lag ik daar niet mee met een gele helikopter. Want dat is de trauma-helikopter. Dat is nooit goed. Dus ik ga jullie nu laten. We gaan nog wat make-upje spelen. Hoe lang? Dat weet ik niet. Maar om 4 uur, ik begin dan nog eens een keer met een kleine kookvlogje te maken. Jee, want ik ga het sowieso nu al vermelden. Ik ga macaroni met kaas en hes zelf maken. Niet voorgekocht, maar ik ga hem zelf maken. Voilà. En nu Rubikub time. De laatste spelletje aanspelen. Ik en Bea. Mijn maatje is even wandelen. En we zijn nu naar Ulrike Dauer aan het luisteren op Q Music. Dus veel succes ook met jouw uitzending, zal ik zeggen, Ulrike. Dan ga ik beginnen aan mijn macaroni met kaas en nest. En dat ga ik ook filmen. Dus nu ga ik de muziek weer al wat luisteren zetten. Gustava! Faith in what you feel. Dat is een heel goed liedje. Van Gustav. Zo mensen. Ik ben nu begonnen, dus ik heb alles al klaar gezet. Dus tegelijk mijn geraste kaas, mijn bloem, 75 gram, 75 gram boter. Hamblokjes, 200 of 300 gram macaroni sokjes, 300, dus ik kan er eens even opnoemen. 300 gram macaroni, bloem, 75 gram boter, 75 gram gehookte hamblokjes, 200 gram kaas, 200 gram en 1 liter melk en dan nog peper, nootmuskaat en zout. Dat heb je dus allemaal nodig. Dus ik heb dat ook al eerder afgewogen en al. Ik ben nu bezig met het water te laten koken. Dus dan ga ik ook nog 1 liter melk erbij halen. Voor zelfs bij de boter en bloem te kunnen doen. Dus wat doe je? Hier. Gooit je saus, dus als het water echt aan het brubbelen is, je macaroni in. En dan moet ik in een timer zetten van 7 minuten. Van 7 minuten. Dan weet ik dat nu ook al. Dus 7 minuten gaat dan de macaroni hierin. Dan giet je dat gewoon af in het vergiet. Terwijl dat die dan zo zit te koken. Roert je hierin, roeren, 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 totdat een mooi lekkere melksaus wordt. Hoe maak je melksaus? Dus met 75 gram boter. Bloem doet je daar dan in als de boter is gesmolten. Daar klop je dan mooi mee samen op.
Voilà. Mee op. Dan gooi ik heel klein beetje melk erbij. Dan klop je dat opnieuw op. Daarna gooi je de rest van de liter melk hierbij. Dan wacht je dat het terug... Dan kook je ook nog wat zout, nootmuskaat en peper. Maak je dus al naar je smaak toe. Dan als het terug zo wat begint te koken, gooi je je geraste kaas daarbij. Dan klop je dat opnieuw op dat dat één goede dikke prei is. En als dat ook opnieuw begint te koken, gooi je je hersenblokjes erbij. Daarna... zal dit ook wel gedaan zijn met koken, klaar zijn met koken na 7 minuten. Gooi je dat in het vergiet. Gooi je dat allemaal samen. Hier dan in bijvoorbeeld in de melksaus. Dan kun je dat nog eens perfect ook nog in een ovenschotel doen. Dan gooi je daar boterblokjes over. Wat kaas over. En dan kun je dat perfect dan nog op het 175 graden voorverwarmde oven. Dan kunnen jullie dat daarin steken. En dan moet dat 15 minuten, dacht ik. Ik ga wel toch gewoon snel eens kijken. 15 minuten op 175 graden doorkoken. Voilà, en dan kun je lekker eten. Ik zou zeggen, bon appetit. Na goed gegeten te hebben. Oké. Okay. Oké. Want daar is een nieuwe Windows. Oké. Bla. Dus, ik ga de computer hier nu in orde maken. Voor nog een leuke Ghost Adventures Marathon. Ik weet niet hoeveel afleveringen. Maar we zijn toch wel al redelijk ver gekomen. En nu ga ik gewoon hier nog een programma op moeten downloaden. Dat ik dan hier ook op mijn fileserver kan terechtkomen. En die fileserver heet JennyHub. Sommige mensen zullen de naam nog kennen. JN-Hub of JennyHub. En ook DC++. En kennen jullie? Wat ik nu wel opnoem, dat zijn wel twee legale programma's. Maar wat er op gedaan wordt, is weer al illegaal. ach ja. Moet allemaal kunnen. En je moet ook nog een klein beetje ook van het netwerk afkennen voor dat programma. De JN-Hub en de DCP+, te kunnen gebruiken. Mee overweg te kunnen. Hoe het werkt en al. Oh, ik heb vroeger dat veel gebruikt op LAN-parties. Ja, dat heb ik echt veel gebruikt op LAN-parties. Oh, ik krijg ook een keer een dipje. Die is toch wel 917 keer nog deze week gedownload, DC++. Last update 4 uur geleden. Status beta. What the fuck? Dat is toch geen beta, toch niet meer? Is dat echt nog altijd een beta-versie? Nee. Ziet release on 6 november 2023. We zitten toch in 24? Of ben ik verkeerd? Zit dat toch echt 24? Ik krijg ook nog ergens anders een bevestiging. Dankjewel voor de bevestiging. Oké.
Dus ik ga dat eens even installeren. Dus wat moeten we dan doen? Gewoon nu op ja klikken. Wachten. Hier staat 52, 61, 70, 80, 90, 100. Dan op Nederlands. Oké. Dan gaat hem daar weer al uitpakken. Niet inpakken, hè mensen. Echt waar. Niet inpakken. Oh, mannetjes. Het was vroeg. Het was vroeg dat ik vandaag wakker was. Ik wist zelfs niet meer hoe laat dat ik wakker was, maar het was vrij vroeg. Ik weet niet hoe laat. Heb ik nog ergens mijn gsm op zak? Nee, ik heb mijn gsm niet op zak. Dan kan ik eens gaan kijken om hoe laat dat ik naar mijn wandelmaatje nog gestuurd. Om zo laat was ik dus wakker. Heb ik mijn oogjes open gedaan. Dus ik eens gaan kijken. Eens even kijken. Dan moet ik al naar mijn WhatsApp gaan. Daar iemand naartoe. Nou, wacht vandaag. Om 6:45 s'morgens vroeg. 6:45 s'morgens vroeg. Damn you. Dat was echt vroeg. Ja, yeah. En dat op een zaterdag. En dan heb ik ook nog een andere vraagje. Hier nu in deze bovenhoek. Wacht, hè. Hier in deze bovenhoek. Staat er een plaatje. Ik heb die plaatje ook online gegooid, ook op mijn website. De beschrijving van dat plaatje, hoe je daar naartoe kunt gaan, vind je onderaan in de beschrijving. Je ziet hier dus allemaal Domasiërs. Allemaal gestippelde Domasiërs. Maar één Domasiër is niet gestippeld. En die ene niet gestippelde Domasiër, die heb ik nog niet teruggevonden. Als jullie het vinden, stuur gerust een PM naar mij toe. Dat is geen wedstrijd of zo. Stuur gewoon gerust een PM naar mij toe. En ja, trek daar zo een cirkeltje op. Daar zit die. Want ik heb al redelijk lang al gezocht naar, ja, naar de niet gestippelde Domasiër. Jullie even terugzetten. Dan Psycho. Dat is mijn nickname, nog altijd. Dan ga ik daar nog tv achter zetten. Oei, dat is mijn instellingen. Psycho-tv. TV. Dan beschrijving heb ik niet nodig. Dit heb ik ook niet nodig. Dit mag op 1000 staan. Ja. Oké. Dan, jawel, we wachten. Instellingen terug doen. Dan delen. Directory toevoegen. Voilà. Dan op oké klikken. Oké klikken. Even geduld hebben. Amai. Hij is je pauze? Nee. Hij is je in de achtergrond. Oké. Dan heb ik de IP nodig. Die heb ik naar mijn maatje gestuurd. Iedereen mag dat horen, want dat is een interne IP. Daar kunnen jullie toch niet aan. Naam. Psycho TV thuis. Thuis netwerk. Adres 192.168.0.248. Kan dat? De IP wat ik naar u heb toegestuurd. Die cijfertjes.
Ik zal het dus nog eens één keer eens opnoemen. En dan moet jij gewoon zeggen van ja, dat klopt. 192. Mm-hmm. Punt 168. Mm-hmm. Punt 0. Mm-hmm. Punt 248. 49. Ik zat er één getalje onder, mensen. Ik zat er één getal onder. Voilà. Dus dat zien jullie. Dus ik heb even iets erbij zetten. Voilà, ik ga nu connecteren. En dan zit je hier Psycho TV Ho-PC. Hoofd-PC. Dat van hoofd-PC. Ik ben nu aan het kijken voor die bestandenlijst los te krijgen. Ja, dat is nu ook een keer met 10 terabyte. Zo een bestandenlijst van 10 terabyte los krijgen. Is toch redelijk veel hoor. In de onderhoek ziet je hashings voltooid. Die is van allerlei bezig van de Trackmania server. Dan ga ik naar series. Daar staat dus het meeste op. Dat ziet je 2,65 terabyte. En nee, films gaat 3. Gaat er nog iets hoger dan 3 terabyte? Nee. Compleet. En dan Ghost. Ghost, dat is de G. Dan de seizoenen hebben we nodig. En dan de 28. Downloaden naar bladeren. Download schijf. Dus ja, dat is nog altijd bij mij thuis. TV. Films. Ghost Adventures seizoenen. Ja, en dan hier op oké klikken. Die staat nu even aan de binnen aan het halen. En dan kunnen we Sippie gaan kijken. Nog een leuke aflevering van Ghost Adventures. En waar waren we al gebleven? Dat kan ik hier ook op zien. Dan dat mijn computerpakje hier terug staat. Want op de laptop kon ik dat niet zien. Oei. Niger is recente bestanden, dat is niet goed. Heel schattig. Misschien kan ik daar wel op meezetten. Nee. Ai. Ah ja, ik heb het toch sowieso al gedelete. Wacht hè. Donut schijf. Ah ja, wat jullie is nog een keer eens de remix horen van de Stippellijn. Ah ja, dat gaat niet. Ik zie nog iets wat nog niet aan mijn computer is gekoppeld. Mijn box. Dan moet ik dat ook dan nog gauw doen. Mijn box terug activeren. Ziet, hier is mijn box. Ziet, stak niet in. Dan kan ik nog uren de remix laten afspelen. Nog uren en uren en uren en uren en uren en uren en uren. Ja, mijn maatje heeft even zijn gordijn toegedaan. Want de zon die kwam echt met bakken binnen. Voilà. Power on. Bluetooth mode. Nee, we hebben geen Bluetooth nodig. We hebben... HDMI mode. Nee. Optical mode. Nee. Aux mode 1. Nee. Aux mode 2. Ja. Ik ben nu alles echt heel snel in orde aan het maken. Dat we zeker kunnen gaan kijken. Voilà, ik heb geluid. En hier is even... Die gaat ook nog grap op zijn, de vanillegeur. Als ik de diarree heb wel, hè? Ja. Oh, je zit nog aan het vloggen. Ja. Boah. Iedereen heeft wel eens de diarree.
zij heeft ook de diarree. Ik heb de diarree. Mijn maatje heeft de diarree. Iedereen heeft al eens de diarree. Hier is dat. Luister eens goed. Nee, ik kan niet hoger dan 110. 120. 130. 135. 150. 155. 166. Oké, hier komt hem. Deken. Ja, voilà, sta. Ik hoop dat jullie nog eens hebben genoten van die remix. Ik ga nu mijn GoPro nog verder even laten afkoelen terug opnieuw. Ook wat terug wat bij laten eten, want die is aan het roepen op stroom. Ik heb honger, ik heb stroomhonger. Oké, dan zie ik u even terug in. Een camera raken. En dan zien we nog wel hoe en wat... Hoe of wat dat nog gaat voor de wereld van vandaag. Maar nu gaan we nog even een paar afleveringen kijken van Ghost Adventures. Zo, ik heb hier een en ander wat verbouwd nadat we ook goed hebben gegeten. Kijk eens. Hier, dit gedeelte is echt voor de verkoeling. Want het is echt hier hot. En mijn maatje is door. Het moet niet doorgaan. Ze is moe. Zo mensen, we hebben nog wat paar Coast Adventures gekeken en al. En nu ga ik gewoon rustig richting mijn slaapkamer toe gaan. Daar nog misschien nog iets kijken, ik weet het nog niet. Dat leidt nog de toekomst uit. Maar ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze vlog. Ik heb er niet meer veel aan bij toe te voegen. Ik ben ook wel heel dankbaar voor dat de koeler hier ook stond. En dat, dat het niet te warm is hier geworden. Maar je ziet het ook buiten. Het is richting de donkere kant nu aan het gaan. En al dus.
Dan ga ik ook maar eens afsluiten met de vlog. En ik ga de vlog pas morgen vroeg of zo in elkaar steken. Dus dan hoop ik oprecht, recht uit mijn hart. Joe, hoor ik al op de achtergrond. Grondig van mijn hart uit dat het ook tijdig klaar gaat geraken. Kijk, ik hou mijn hart al vast. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Voor de rest zeg ik altijd op het laatste van de vlog. Yo.